Beste kijkers, op 30 maart de Ajax de boeken in met een slotstand van 701.12. En het is maar een fractie hoger dan de openingskoers van 700.82. En wat mij betreft mag u het een hele klein wit candletje noemen of misschien ook wel een dotie. En het zou dan de tweede dotie candle op rij zijn. De swingteller wel een tandje hoger naar plus 9, dus dat maakt het ook super spannend. En de RSI weer wat dichter opgeschoven richting de OB-lijn. Het is en blijft dus super spannend, de vrijage met de 700 passage. Gisteren er nog iets onder, nu er iets boven. U weet, de 703 en een klein beetje de all-time high komt natuurlijk wel erg dicht in de buurt. We zien op het korte speelveld geen rode lijnen meer. Dus wat dat betreft hebben de Bulls nog wel wat ruimte. Maar, zoals gezegd, met de swingteller op plus 9 groeit de kans dat we aan de vooravond staan van topvorming en een correctie die de index terug kan brengen naar 685 in die orde van grootte. En daar zou het motto kunnen gaan gelden, oude weerstand wordt nieuwe steun. Voor nu blijft het dus spannend boven in het speelveld. We gaan kijken wat er morgen gaat gebeuren met de neutrale swingteller. Misschien een zwart kenneltje, dan hebben we iets meer bevestiging van het feit dat de beren hun mesjes aan het slijpen zijn. Zo niet, dan stomen we nog eventjes door naar die eerder genoemde 703 passage. Maar het is geen veld om heel zwaar long te zitten, lijkt mij. Gelet op het totaalbeeld, zowel daily, weekly als monthly, hebben te maken met lichte overspanheid. En dat betekent dat je op je hoede moet blijven als actieve belegger. Desalniettemin, als er koopposities uitstaan, de up-status is immers nog valide, dan mogen die worden aangehouden, maar vinger aan de pols, zeker als er een zwarte candle verschijnt. De DAX heeft het ook prima gedaan, 1,3% erbij, 1,29 om exact te zijn. En daar zien we dat de Bulls nog lekker doorstomen. Ze hebben de 15.000 punten grens bereikt en dat is op zich een heel mooie prestatie. Swingteller plus 4, net als bij de AX ook wat gaatjes tussen de bodies. Dat in candlestick termen zijn dat de caps. Maar hier de RSI die raakt de OB-lijn. Ik heb het spotlichtje aangezet om u daarop te wijzen. En dat vergroot de kans ook op het DAX speelveld van topvorming. Dus niet zoals bij de AX gevoed door de swingteller, maar in dit geval gevoed door de RSI. Dus ook hier blijft waakzaamheid geboden. Niet achteroverleunen en denken van het kan alleen maar omhoog. Echt waakzaam zijn, behoedzaam en strak op de bal spelen. Zeker als u van plan bent met uw uitstaande korte posities. We gaan eens kijken wat de Bulls morgen voor ons in petto hebben.